verkeerd. Iedere woensdag gaat een van onze verslaggevers de regio in. Bert, jij ging vandaag naar het Gelderse Barneveld. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ik heb iets met kippen gedaan. Dat klinkt heel ranzig, besef ik nu. Wel, nee. Ja, nee. Dat vinden wij heel normaal hier. Ja, dat dacht ik wel. Daarom dus. Nee, het vogelgriepvirus, dat is wat minder leuk natuurlijk. Waar door Europa? Dus eigenlijk de grootste uitbraak van vogelgriep sinds mensgeheugenis. Ja, dat vind ik best wel bijzonder. Want het was een beetje weggezakt bij mij, die vogelgriep. Nou, dat had ik ook. Wie weet, je hoort wel en je leest wel. Maar dat het zo groot was, dat besefte ik ook niet. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor allerlei pluimveehouders. Van groot tot klein. Voor hun bedrijven, voor hun dieren, et cetera. Er wordt heel veel geruimd, preventief geruimd. Er is heel veel op slot. En ik ben inderdaad naar Barneveld gegaan. Naar een hobbyfokker. Yeah. Van Barneveldse kippen. Want ja, wie Barneveld zegt, die zegt kippen. Nou, een kip is het mooiste beest op aarde, dacht ik. En zeker de Barnevelder. Kunnen heel tam maken. En ik vind hem een van de mooiste kippen ter wereld. Het is voor mij gewoon puur hobby, ja. En het is ook wel een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Misschien is het wel zelfs een verslaving. Kun je ook zeggen dat u liefde heeft voor de Barnevelder? Ja, wat is liefde? Ik heb ze niet allemaal een naam gegeven wat dat betreft. Het is gewoon leuk om mee bezig te wezen. Een ander die verzamelt dinky toys of iets dergelijks, maar ik ben bezig met mijn kippen. Eet u ook kip? Ik eet wel kip, maar niet mijn eigen kippen. Ik heb altijd nog eens een drempel die ik erover moet om ze te slachten. Ja, hij is nu leeg. Vanwege de ophokplicht. Het is een kale bedoeling zo. Hè? Triest. Ja. Ja, het is niet anders. Ja, een heel stemmig liedje eronder. Ik kan niet anders zeggen, Gerrit. Ja. Bertie zei het al, de vogelgriep is actueler dan ooit. Begin deze week zijn er in Drenthe ruim 200.000 kippen bij een pluimveebedrijf gedood. De grootste ruiming dus ooit in ons land. En hierdoor worden 6 andere bedrijven in de buurt voor de komende weken in ieder geval intensief in de gaten gehouden. Rutger, even een quizvraagje. Hoeveel kippen hebben wij, denk je, in Nederland? Ik denk 100.000. Ik fluister hem altijd wat in. Ik zei 100 miljoen. Ja, we hebben 100 miljoen kippen. Had je dat gedacht? Nee, dat had ik niet gedacht. Nee, ik wist wel dat het heel veel waren. Ja. Ja. Dat is wel heel veel. Gigantisch. Ja. Gerben, jij hebt een pluimveebedrijf. Jij houdt kippen. En jij bent in april echt slachtoffer geworden van dit virus, waardoor er 65.000 kippen naar de slag moesten. Klopt. Wat doet dat met jou als boer? Ja, het is eigenlijk wel erg beangstigend. Want ja, je weet niet. Je bedrijf gaat kapot. Of kapot is overdreven, maar. Ja, je hebt een tijdelijke geen inkomen. Je bedrijf wordt overgenomen gewoon door de NVWA. 3 volledige dagen eigenlijk. En ja, dat is beangstigend. En natuurlijk ook, je hoopt het zometeen kippen te krijgen en te ontvangen. En je hoopt dat het niet nog een keer gebeurt. Ja, want je bent daarvoor verzekerd, neem ik aan? Nee, oh, je bent niet. Er niet voor verzekerd. Je krijgt vanuit de overheid wel je kippen getaxeerd. Ja. Ja. Is dat altijd op waarde? De waarde van wat het je heeft gekost niet per se. Maar je hebt natuurlijk een zieke kip. Die is minder waard dan je volledig gezonde kip. Ja. Ja, en daar word je op getaxeerd. Nou heb je natuurlijk pijn wat betreft inkomen. Maar ook pijn vanwege de kip die wegging? Ja, dat heeft me wel zeer gedaan, ja. Ik mag ook wel eerlijk zeggen dat ik toch wel een traantje heb gelaten toen ze werden gedood. Ja, want heb jij een band met de kip? Ja, dat is misschien een stom vraag, maar je hebt 65.000. Lijkt me onmogelijk om het allemaal een band te hebben, maar... Een band met de kippen. Je bent natuurlijk niet voor niets een pluimveehouder. Je wilt echt wel goed zorgen voor je kip, zodat hij zijn ei goed legt, dat hij goed voer krijgt, goed water. Ja, zodoende hou je toch wel van die dieren. Ja, want jouw kippen die lopen ook buiten. Heb je enig idee hoe ze het hebben opgelopen? Op dit moment is het natuurlijk ophokplicht. Dus op dit moment komen ze niet buiten. Ja. Zelf hebben we eigenlijk geen idee waar het vandaan moet komen. Dus we hebben maar een kleine indicatie gemaakt dat het eigenlijk vanuit de ventilatie is gekomen en dat er een besmette vogel toevallig overgevlogen is en daar een poepje in heeft gelaten. Oei. En want dit is risico van het vak, zo moet je het eigenlijk ook een klein beetje zien.
Maar dan zijn al die kippen weg en dan zit je dus gewoon werkloos thuis. En dan moet je wachten tot er nieuwe kippen zijn. Ja, dat klopt. Ongelooflijk. Thijs, jij bent bioloog en dierenarts. En wat wij ons nou afvragen is, dat die griep, die vogelgriep, is dat nou van kip of vogel op mens overdraagbaar? Bepaalde types van het vogelgriepvirus zijn overdraagbaar. En voor dit specifiek vogelgriepvirus waar we nu mee te maken hebben in Europa, daar door experts wordt het geschat op laag, die overdracht. Dus je moet echt intensief contact hebben met kippen en dan kun je het krijgen. Dus, maar dat wordt geschaald als laag. Ja, ja, en is dat dan ook gevaarlijk? Ja, wat is gevaarlijk? Kijk, je kunt er ernstig ziek van worden, ja. En dat is in 2003 is er, maar dat is een ander type virus, daar moet ik er duidelijk bij zeggen. Zijn er wel mensen echt ziek van geworden? Is er een dierenarts aan overleden? Ja. Dus we zijn er wel waakzaam op, maar de kans op overdracht is gewoon klein. Op dit moment. Maar die overdracht op kippen, dus van vogel op kip, hoe gebeurt zoiets? Ik hoorde net al via een poepje, maar je begint een beetje te lachen. Ja, nou ja, dat is eigenlijk de hamvraag. Gerben zegt het net al. Daar doen wij ook onderzoek naar. En dat is zo ontzettend lastig om dat te bepalen. Eigenlijk, de wilde vogels scheiden het virus uit via stofdeeltjes, mest, veertjes en misschien ook wel via aerosolen, van wat we kennen van het coronavirus. En hoe het dan precies van buiten die stal naar binnen komt, ja, dat is voor heel veel een raadsel. En we kunnen soms, in sommige expliciete gevallen kunnen we het aanwijzen, maar vaak ook niet. En dat maakt voor zo'n pluimveehouder ook zo ontzettend lastig om daar iets aan te doen. Ja, heeft het ook te maken met onhygiënische stallen en dat alles dicht op elkaar zit? Nee, eigenlijk niet. Want als je kijkt naar de wilde vogelpopulatie, ik weet niet of het nieuws, ja, ik volg het nieuws natuurlijk voor vogelgriep op de voet. Maar als je dan gaat kijken, als je in de wilde vogelpopulatie zit, dan gaan ook hele populaties, grote sternen gaan dood, gouden ganzen gaan dood, ooievaars gaan dood. Dus het virus is gewoon echt dodelijk voor heel veel verschillende vogels. En dus ook voor de kippen. Dus als ze dan in zo'n stal zitten, ja, dan, en dat komt daar binnen, ja, dan gaan er opeens heel veel dood. Maar ja, het maakt niet uit wat voor vogel je hebt. Nou ja, niet, maar wat voor kip je hebt, zou ik ook zo ja, zeggen dan. Ja, ik snap het. Gerrit, jij hebt het ook een keertje meegemaakt, toch? Maar jouw vogels of jouw kippen waren helemaal niet ziek. Nee, rondom in de buurt vielen ze met bosjes om. En ik heb wel de indruk dat het immuunsysteem wel een beste opdoffer gekregen heeft. Maar ik kreeg later last van bronchitis, tenminste de kippen. Ja. En toen dacht ik dat het dus een vogelgriepinfectie was. Maar ze gingen niet dood. Dat heb ik dus met de ruiming die toen een maand later volgde, nadat de buurt was geruimd, is die kip of die haan is opgestuurd. En ik was gewoon vogelgriepvrij. Dus ik ben eigenlijk in de overtuiging dat de oude kippenrassen stuk minder gevoelig zijn dan die snelle leghybrides. Dus jij wil maar zeggen, als ze buiten lopen, dan hebben ze minder risico. Omdat het immuunsysteem beter is. Niet een hele hoog productieve kip, wat nu de pluimveehouderij dan heeft. Dat is gewoon, tot op de grens is dat eigenlijk opgeschroefd. En de barnevelders en andere soorten, die zijn gewoon wat laag productiever. En die hebben wat oudere genen, denk ik. Mm-hmm. En die zijn gewoon wat minder gevoelig voor. Maar bedoel je nou te zeggen dat de kippen van Gerben eerder ziek kunnen worden dan die van dat jou? Dat denk ik wel, ja. Ben je het daarmee eens? Ik ben het er niet volledig mee eens, maar ik denk inderdaad wel, omdat je natuurlijk een leghen hebt, die is wel vol in productie. Dus mm-hmm. die moet ook meer zijn best doen om zijn immuunsysteem goed te houden. En ik denk dat het bij Gerrit wat minder aan de van toepassing is. Weet je wat ik me nog afvroeg, hè? Heb je nou eigenlijk een meldplicht wanneer een kip doodgaat? Ja, bij 1% of een 0,5% of 1%, moet je me even niet oppakken. Uitval van je hele koppel, van je stal, zeg maar. Zoals wij hebben 3 verschillende stallen, eentje van 34.000. Als daar 1% van doodgaat, dan moet je melden. Maar denk jij dan niet van, het zal mij niet gebeuren dat daar weer die 65.000 kippen. Ik begraaf ze even. Zand erover, hebben we het niet meer over. Uiteindelijk zal het toch altijd aan het daglicht komen. Want wanneer het virus eenmaal in de stal is, dan zal het ook verder gaan in de stal. Want het virus is er al. Dus het virus gaat ook verder. Alleen zie je het wat later. Ja. Jij maakt je een beetje zorgen, hè, over hoe wij met dieren omgaan in zijn algemeenheid. Nou, ik ben niet zo ontzettend van de Partij voor de Dieren. Maar als het over dit onderwerp gaat, en ik zie daar net ook foto's waar ze hutje-mutje bij elkaar zitten, en als je dan
ziet inderdaad de hoeveelheid dat dat eieren moet geven. Ja, dan is het volgens mij is het dan gewoon vraag om ellende. Kijk, als je dit ziet, ja, dan denk ik, hey, hoef maar iets op los te laten. En dan is iedereen daar kansloos. Want ze kunnen geen kant op en ze krijgen het van elkaar en ze gaan er allemaal aan. Dus ik denk wel dat wat daar nu gebeurt, dat daar wel een link is met hoe wij met de dieren omgaan. Ja. Ja, denk jij dat ook, Thijs? Ja, dus, ik ben het deels mee eens. Als je eenmaal het virus in je stal hebt, ja, dan is het gewoon of je 5000 dieren hebt of 50.000 dieren, ja, dan gaan ze allemaal, worden ze ja, geruimd, zoals dat heet, of ze gaan wel dood van het virus. Want het is zo dodelijk, ze gaan toch wel dood uiteindelijk. Maar wat het lastig maakt, we hebben nu gezien dat zelfs kleine bedrijven dus van 5000 besmet raken en van 50.000 of zelfs van de week van 200.000 dieren. Ja. Dus ja, in beide gevallen zien we het. Dus tot hoever moet je dan teruggaan met je aantal dieren en hoe kunnen we dat dan nog... Nou ja, wel nog meer terug dan. Dus eigenlijk, want de hoeveelheden die jij nu noemt, dat zijn er allemaal heel veel. Ja, maar dus... dat zijn commerciële bedrijven waar ik het over heb. Daar, en ik heb ook nog over hobbybedrijven. Daar praten we ook over. En dat zijn dus de collega's van u. Waar we ook zien dat er ook daar de dieren gewoon doodgaan van vogelgriep. Echt hobby kinderboerderijen. Ik ben er gelukkig dit jaar niet bij eentje geweest. Maar vorig jaar heb ik echt bij een kinderboerderij geweest. Waar ook dieren dood zijn gegaan door de vogelgriep. Ja, dat is gewoon diep triest. Maar werkten de moeders daar deeltijd? Nou, je bent er met heel veel liefde, kan ik je wel zeggen. Dat wel. Eet jij wel eens een kippetje? Ik eet zeker wel eens een kippetje. Oh, maar denk je nooit aan die beelden, als je dat, omdat je dat nu zo... Ja, wel. Oh ja, maar daarom zeg ik, ben niet zo van de Partij voor de Dieren. Maar ik let dan wel op wat voor kippetje ik eet. Dat wel. Ja. Lekker, gebraden kippetje. Tot slot. Het Barneveld eigenlijk alleen nog. Nou, dat kan nou niet anders. Het vaccin, want daar wil ik tot slot naartoe. Is dat er al? Dat zou een hoop schelen. Er zijn vaccins. Dus er is hoop, laat ik het zo stellen. Vandaag was er ook een persconferentie van Wageningen Universiteit, die samen met Utrecht Universiteit onderzoek doet naar zo'n vaccin. Helaas moeten we nog een aantal zaken onderzoeken over de effectiviteit. We kunnen de ziekte, hoe voorkom je de ziekte? Maar met name ook over de verspreiding. Dus ja, dat zal nog een aantal jaren duren voordat dat echt... Een aantal jaren, Gerben? Ja, het is niet anders. Ik ben al lang blij als het er is. Ja. Maar hoe ga jij, want jij bent een jonge vent. Hoe ga jij dan om met eigenlijk dat wat ik nu ook vertel, wat je eigenlijk de hele dag ook in de krant leest, waar je best wel wat voor je kiezen krijgt ook. Zit jij dan op het spoor van, nou, dan moet ik ook eigenlijk misschien wel eens wat mee, maar misschien zit er ergens ook wel gewoon een punt in, of ga je gewoon... Nou, ik denk op dit moment, wij zijn Europees best wel goed voorbereid hierop. Wij hebben namelijk, wij mogen hennen op een meter op starten, zeg maar. En volgens mij zijn we Europees daar het beste in voorbereid op dit moment. Dus wat dat betreft kun je eigenlijk niet meer doen. En is het gewoon bot pech als je vogelgriep hebt. Exact. Inderdaad. Ja, het is zijn dit heel veel mensen niet mee eens. Maar goed, oké. Ja. Ja, dat is wel waar. De pluimveehouders doen nu ontzettend echt hun uiterste best om het buiten te houden. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Niemand wil het. Ik denk, we spraken nee, straks natuurlijk. Al. Iedereen is echt in zak en as. Dus iedereen doet zijn uiterste best om buiten te houden. Dus, ja. En dat heeft te maken met hoe kan je dat virus buiten houden. En daar werkt iedereen echt ontzettend hard en aan. En Gerben voorop. Dank je wel voor jullie komst. Zo.